staat aan. Maar waar staat de camera aan? Nou, moet ik nog meer uitleggen. Hoi. Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe vlogvideo op anime. Waarschijnlijk een drieparter of eenparter, ligt eraan hoeveel dat ik... Abonai, het begint allebei met na. Ik heb geen slaap gehad, jongens. Don't blame me. You can blame my friends. Oh nee, dat is Disney. Hallo Corné, hoe is het met Corja? Misschien. Nou, kom misschien. Even een balletje. Nee, we zijn hier bij Abunai. Ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen. Gaat waarschijnlijk niet lukken, toch wel of toch niet, ik weet het niet. Ik ga er driedaagse van maken. Anders kun je altijd naar Geek Times vlog kijken. Jullie vloggen toch ook? Ja. Yep. Eerst zwaaien met de camera, dan eventjes twijfelen, daarna jup zeggen. Ja. Dat, de Geek Time way. Dat is nog altijd beter dan my way, maar goed. Eevee is er ook weer bij. En nog een Eevee. En nog meer Eevees. En hij is ook bij, ik weet niet wie het is. Een game developer, maybe. Oh. A one will infect you. Next time. Protect hem, je weet het, hè? Drankt, hè? Commando. Waar is de eerste naartoe? Die kant op. Oké. Wij volgen gewoon een appel! Appel? Appel? Appel! 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 Ik heb een appel! Ja, jullie dachten mijn gezicht even te zien, maar ik weet niet, in Minecraft ben ik een Eevee, hè? Dus. Wij volgen gewoon Erik. Hoi zeggen! Hoi! Hoi! Ja, kijk, het is mijn eerste dag hier. Nee, je moet blijven. Je moet blijven proberen met. Hoi zeggen! Nee, je moet blijven proberen high five. Ja. Onbekend. Wat? Ik ben niet onbekend. Hoi! Wie ben jij? Ik ben het Leroy! Dat is niet waar! Wacht even, dan gaan we even testen. Lava! Duivelop. Ja? Oké. Wat is dat? Dat is... Ja, een wensboom. Een wensboom? Als je wens hebt, mag je gras opsnijden. Als je wens hebt, mag je gras opsnijden. Ik wens een Dus Oh, we hebben zo'n camera. We blame you. Don't blame me. Always blame the leader of Team Rocket. Because I'm evil. Volgens mij heeft hij echt te veel naar Austin Powers zitten te kijken. Ik bedoel... Wat? Giovanni die al met het pinkje dan zo... He said you watched too many Austin Powers. Yeah, I know. Oh, he confessed. Yeah. Oh, and he's tired, by the way. Wil je nooit scènes op te nemen met Giovanni? En dan krijg je allemaal van die 18-plus gezeuren. Daar heb ik nog geen zin in. In ieder geval, we zijn dus hier. We hebben heel veel mensen ontmoet. En we hebben gelopen. We hebben gefluit. Dus, gefluit. Yeah. Mijn Nederlands is altijd heel erg goed gewist. Ja. Dat had ze kennen wisten. Weet je wel, Alt of 4 hebben we net gezegd. Hey, hoi. Hoi, ik ben... Hoi. Hallo. Hallo. Hoezo? Ja, ze moeten langs al je benen lopen, joh. Ik spreek een beetje Nederlands, zo. Altijd leuk, als Engels ook ja, Nederlands. Dus. Ja. Laat een like achter van Giovanni die Nederlands precht. Ja. Een beetje Nederlands. Ja. Een beetje. Het begint altijd een beetje Duits te worden, gaat al de verkeerde kant op. Maar goed, wat we dus hebben gedaan, we hebben dus... Dokter, I'm all cool. Top. Wat dus heb ik. Wat dus. Ja, we zijn dus rondgelopen. Wij komen bijna echt 5 stappen. En. Oh jee, je bent helemaal blablabla. Ik serieus, wij doen het gewoon. We vinden het leuk om gewoon gezellig aanwezig te zijn. En dadelijk weer Wolf van Wakkerdam. Ga ik gewoon proberen te filmen. Van mijn part ga ik annotaties doen. Net zoals hoe dat Noot dat doet. Weet je wel, dat ik iedere Disney-karakter dan neer ga zetten. En als ik. Als je weer Wolf leuk vindt. Of de Doctor Who Gathering spelen we altijd een. Alsof ik weer Wolf leuk vind. Een versie daarvan. Ook erg leuk. We hebben de Disney versie. En de... Let op jongens, let op. Oh Timmy! Pinkelpark! Hij was Pinkelpark. Ja, wij hebben een keertje Dimfield versie opgedaan. Yeah. Ik was Timmy's vader. Wie was burgemeester? Dat kan ik jullie wel vertellen. Burgemeester, dat was Timmy, want simpelweg, echt iedereen deze speech. Timmy is aan de beurt. Ik wens dat ik burgemeester ben.
naam. Dus ik vraag aan mijn zoon, ik zeg, oh Timmy, hoe komt het in een kleine onderdeur dat jij de burgemeester bent geworden? En hij zegt, internet. Ik wist niet dat dat dan mogelijk was, maar doen we het voor, zoals altijd. Tinkelberg. Tinkelberg. Oh ja, en blijkbaar vinden ze het heel erg leuk als ik Denzel Crocker nadoe. Als je nog geen lijk achter hebt gelaten, krijg je er één! No problem. Zoveel spuug! Voor een één! Ben je? Oké, zo serieus, dan zit je op abonnee, zo zit je in één keer op een doktervergadering. Met Giovanni. Points! Ja! No! Hij durft niet de vlog, zo I think the next about the new Doctor Who, but... Doctor wie? It's the woman, yeah. The new one's woman, isn't it? I was in the feeling so. We zitten hier trouwens nog steeds. The new Doctor Who. Dag 1! Dit is eigenlijk wat wij doen op een conventie. Helemaal niks. Iedereen komt aan de hond toe met ons babbelen. Bit iffy, some people. Maar het was gewoon een keer gerust. But it'll be good. Vlog set zien. When cameras clash. Yeah. I'm looking forward to it. Nou, we zijn nou ondertussen dan hier nou tot het wat rustiger is. Dat wel, we gaan nou eventjes kijken of er iets te eten halen valt en alles. We gaan daar ook al eventjes bij de dealerroom kijken. Het enige nadeel is, we hebben dus gehoord dat ze een muntsysteem hebben. Abu Naifaal. Serieus, ik haat muntsystemen. Muntsystemen bij conventies zijn de ergste dingen die er ooit kunnen gebeuren, omdat mensen daar misbruik van gaan maken. En ik heb het gezien bij conventies zoals Castlefest bijvoorbeeld. Dan wordt er gewoon misbruik van gemaakt, want dan betaal je 2,50 voor een muntje en dan voor een gewoon broodje hamburger betaal je dan 2,5 munt. En dan denk je bij je eigen, ach, het is maar 2,5 munt, maar dan betaal je toch ondertussen meer dan 6 euro voor dat hamburgertje. Dus daarom vind ik zelf dat het faalt. Inderdaad. Dus, peace! Koriander is peace, blijkbaar. In ieder geval, we gaan dus naar het dierenroom, we gaan heel eventjes kijken. Ik ben ondertussen bijna 24 uur wakker en Erik die heeft 3 nachten heel erg slecht geslapen. Ik heb te veel energie, ik weet niet hoe het komt. Hij heeft gewoon voedsel nodig, wij gaan voedsel zoeken. Ja, inderdaad. Oh, en ik heb appelsap! Appelsap! Ik heb een appelsap! Hoi. Hoi. Ja, hoi. Hoi. We hebben gewoon... Ze betasten Ivy. Maar we zijn in de dealerroom ondertussen aangekomen. Ik probeer een beetje hoog te filmen, want anders krijgt iedereen hoofdpijn. Krijgt iedereen hoofdjespijn. De dealerroom, altijd leuk om even zo rond te kijken. Ik bedoel, dit is de dealerroom. Met een gigantische pokeball. Mijn is nog niet opgeblazen. Ik zie daar niet meer film. Ik film jou. Voor mij is de voltorp hoor, want hij blaast op. Ik film nou weer naar jou. Opblazende, nooit gebruiken. Voor de mensen die Magic Carp Jump hebben gebruikt, nooit opblazende pokeballs gebruiken. Nu hebben we een beetje meer opening, ruimte. No. I just hide behind this garret to get some courage. I'm a trap. There's <She dies>. Nothing. Maar goed, in ieder geval, we proberen dus een beetje zo te vloggen. Ik probeer weer met gestrekte arm een beetje. Ik zie een Pikachu in de verte. Dus ik probeer een beetje zo de dealerroom een beetje toch te filmen. Ik hoop dat ik een beetje te horen ben, want ik heb nou niet mijn microfoon bij me, want daar heb ik ook geen zin in. Gewoon harder schreeuwen! Dus! Get a free moon choker! Oftewel, laten we de magel stikken. Wait, what? Ja, get a free moon choker. Ik heb geen flauw idee wat een moon choker is, jongens. Ik bedoel, ik heb geen flauw idee. Als ik zachtjes kan mompelen, dan horen jullie niet wat ik zeg. Zeg! Het is hier rol van binnen! We volgen een gigantische pokeball. Ja, de baan is bijna. Oh ja! Wij zijn op zoek naar de embryonklok. En zo kunnen jullie zien hoe trainer Ivy aan het poseren is voor een fotootje. Deze pose is vrij standaard voor hem, maar hij heeft ook andere poses. Dat klopt inderdaad als een brievenbus. Ja, is wat expensive. Hey! Sorry, bye. En zojuist is Ivy een beetje beledigd. Dus Ivy wordt een beetje... But I can't actually say where because the shop actually tried to raise the prices because it became popular because I'm walking.
So I'm not suggesting you go to that story anymore. Yeah, it's really interesting. Oh my god. I'm the Eevee trainer. I'm Stevie. That's a name. Yeah. Stevie. Yeah. Trainer Steve, to be exact. Inclusive. Dat zijn er meer als op mijn hand. Ja, nog maar. Dat is niet zoveel zijn het er. Nu klopt het. Nee, nou klopt het niet meer. Nee. Geen één! Oké, ik heb een cameraman. Erik. Shiny! Wanneer dat je Pokémon aan het spelen bent, it's shiny! Jij moet weten waar dat vandaan komt. Ik heb nog geen dat niet. En ik heb geen Eevee bij helaas. Kijk, oh. Mensen, een potje. Ja, erg hè? In een potje. Monty. Ze blijven ook klein, hè? Ze hebben geen water meer nodig en geen eten meer nodig. Ja, ik vind het geen helemaal geen verzorging van. Maar je hebt geen Eevees. Ik had een Eevee op mijn schotel, maar die zijn al verkocht. Ja, maar Magikarp. Magikarp. Dat scheelt enorm. Ik heb een klok voor jou. Nee. Nee. Eén klok? Ik zie Vaporeon, ik zie hem. Maar de klok had er afgesloten. Ja, dat klopt. Alleen je bent dus een beetje nog verder gegaan. Want vorige keer had je nog niet eens een Vaporeon klok. Nee, klopt. Ik dacht, goed idee. Maar ik heb er gelijk twee. Hij is awesome. Ik moet wel zeggen, ik vind Umbreon die vind ik heel erg mooi. Alleen de Vaporeon die zit te veel achter de wijzers. Die is wel mooi in het midden, dat wel. Ja, maar de Umbreon die geeft een beetje meer sfeer. Die is niet goed wijs dan. Hey, wacht, ik slaap heel eventjes de cameraman. We hebben een wijsneus onder ons. Hij is al geslagen. Ja. You should be punished again. Yes. Weet je dat ik... Met jouw klok hebben we... Alleen het nadeel is, we kunnen hier niet filmen. Nee. Wij zijn, wij zijn namelijk... kindvriendelijk kanaal. Ja. Oh. En hij laat zijn bal weer vallen. Ik ben mijn bal vergeten. Hij was zelf tijd al. Weet je dat ik de klok voor je apart haal? Nou, ik ken hem dadelijk al in mijn auto klaarleggen, dus, want ik ben gewoon met de auto. Even jouw naam van... Howdy Riot. Ja, nee, gewoon even voor de camera. Oké, wij zijn Howdy Riot. En ze hebben Umbreon klokken. En ze zijn te vinden op Facebook en zo. Kreeg nog korting. En wij zijn strips aan het maken met schattige vosjes. Jongens, even likes omhoog, even veel deze video gaan delen. Wat gaat voor ons hier? Zo ben ik niet, dat weten jullie ook. Dat zal ik nooit worden ook. Ik moet echt een nieuwe cameraman. Ik doe mijn werk niet goed. Hij lacht mij uit. Een hele slechte cameraman. Volgens mij ben ik toch... Nee, ik lach je toe, dat is het verschil. Dat is eigenlijk een beetje een vergelijking. Ja, zeker. Wat is hartstikke gezond. Ha! Het wordt een beetje ondertussen moeilijk om alles vast te houden weer. En ik ken het gewoon niet achter in de auto laten liggen. Dat is het probleem. We hebben er weer twee nieuwe bij. Alleen, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik begin het nou wel te voelen tot ik dus 29 uur ondertussen wakker ben. Ik raad het niet aan om het te doen, laat ik het zo zeggen. Maar ik kon helaas echt niet slapen, dus... Nou, we zijn ondertussen samen met Leroy en we willen nou nog heel eventjes wat gaan eten. Dus deze zijn trouwens van de I Love Eevee collectie. Ja, en ik zag ze en ja, dan weet je dat bij mij gaat. Dus. Ik heet trainer Stevie voor een reden, jongens. Echt, dus. We geven het woord over aan Leroy. Hoi! Was dat alles? We geven het woord aan jou over. Oh, woord. Doei, zeggen. Oh, heb ik nu het woord? Oké, woord. Woord. Dus het woord aan jou. Oh, sorry. Ik heb het niet meegekregen. Het woord is aan jou. Oké, jongen. Dan geef ik nu het woord aan jou. Hou eens een leuke discussie. Als je me je allemaal geeft, dan trim ik het voor je. Varrok.
Half. Ik ben te moe om dat te snappen. Ik eis uitleg. Dat was een scam. Wat? Ik moet uitleggen. Dat was een scam bij de oude RuneScape. Wacht even, zeg hem nog een keertje, want ik heb wel RuneScape gespeeld. Trim je allemaal voor 16 GP, komt goed. Trim je allemaal maar en dan loop ik uit en dan ben je... Oh ja, ja, ja. Is hij er weer? Yes, he is. Yes. Slaap lekker. Steve. Hey! Nu doorbreek je hier, ik weet niet hoeveel uur slaan en niet slapen. Ja. Ga je nou mee eten met ons? Ja, ja. Ik dacht met die ook en zo, dus. Ja? Ja, oké. Jongens, wij gaan eten. Glitterling! Focus! Hij is focus. Oké, jongens, echt serieus. Wij gaan eventjes eten. Wij gingen gewoon eventjes... Gewoon! Eventjes! Heel gewoon. En in één keer komt er een volk binnen. Die mensen van het personeel denken ook bij zijn eigen... Help! Wat is het voor? Dus, kijk. Niet schrikken. Proost. Niet schrikken. Proost. Nee. Ik zie die jumpscare nog van anime kop voor me. Niet schrikken. Bam! Nee, ik ben de enige met bier. Je vindt schandalig. Ja. Schavuit, waarom moet je dan weer bier pakken? Ik heb dat met soms dingen ook. Ik denk van ja. Met karpelvingen. En mevrouw, kan je rijden? Ja, mijn persoon is. Ik kan het wel, maar het is een beetje illegaal. Ze kan het wel, maar... Ik kan bij je, alleen. In ieder geval, we zijn dus... Delicious Dinners, daar zijn we dus aan het eten. Is het Veldhoven nog steeds? Ja, dat is Veldhoven. Het is nog steeds in Veldhoven, dus... Daar zijn we nu gratis reclame, jongens. Kort even. Het is vandaag nog niet gelukt, helemaal. Nou jawel, wacht maar. Ja, nee. Nee, want ik heb een. Nee, niet met camera. Maar bij de Eevee Plusje, daar heb ik nooit. Die geeft dan weer wel korting. Dus je moet gewoon nooit filmen, dan krijg je altijd korting. Ja. Blijkbaar. Don't quote me on that trouwens, want anders kijk. Ik heb het geprobeerd, ik krijg geen korting. Ja, mijn kijkers klinken als dood. Ik weet niet meer. Ja. Vooral jij. Ja, je hebt geen snor, dus daarom klinkt als stoot. Wat voor het is het? Eigenlijk vraag ik me wel heel erg af. Wie van jullie kijkers hebben een snor? Wat is het in de reacties? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Niemand. Ik heb heel veel boze ouders. Ik zeg van, mam, ik laat mijn snor staan. Stevie heeft een snor. Ik wil een snor, net zoals mijn idool. Jongens, doe gewoon wat je zelf wil. Ja, dat vooral. Dat is zeker als. In ieder geval, jongens, wij gaan eten. En waarschijnlijk gaan we. Ik hoop het dat ik genoeg energie heb om deze vlog af te sluiten met Weerwolven van Wakkerdam. Oké, het is een beetje nou wat aan de donkere kant. Ik hoop dat het focust. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Maar we hebben dus drie tafels vol en een hand. Want ik heb mijn hand gewoon. Ik heb gewoon op mijn hand. We hebben eigenlijk vier tafels nodig bij deze clip. Nee hoor, absoluut niet. Bro, was het prima. Ik zou in ieder geval, mochten jullie ook aan het eten zijn. Smakelijk, wij gaan nou even verder mee eten. Nou jongens, ik moet een beetje zachtjes gaan praten, want het is ondertussen al kwart over half één. We moeten de andere kant op. We moeten die kant op. Zo kunnen we ook lopen. Dit is zelfs korter. Lopen gewoon die kant. Dit is zelfs korter. Goed, in ieder geval, wat is eigenlijk nou dus de bedoeling was, we hebben weer Wolven van Wakkerdam gedaan, maar ik heb helaas geen filmset kunnen doen. Dus misschien morgen, wie weet. Ik weet niet hoe dat deze video's uitpakken, dus daar kan ik helaas niks over zeggen. Ik moet wel zeggen, ik ben enorm kapot. Dus we gaan nou naar huis rijden, dan gaan we nog een film kijken en daarna gaan we een plat om dag 2 te beginnen. Dag 2 zal ook een andere video gaan worden. Dus hierbij ook dus het einde van dag 1. Dus ik ga heel eventjes snel proberen vooraan te lopen zodat we de rest allemaal achter mij hebben. Moet nog snel gaan lopen ook. Dus ja, heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En ik zat te geinen over de likes, maar alleen natuurlijk een like achterlaten als je dat zelf wil. En als je daar de tijd voor hebt natuurlijk, zoals altijd in mijn standaard video's. En er is te veel Hunter in beeld, dus we gaan gewoon... In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie bij dag 2, want we gaan hier gewoon een driedaagse video vlog van maken. Of het nou zo'n saaie video wordt als het maar zijn kan. Ik vind van wel, daar is de deur toch? Daar is de vanuitgang. Ja, daar is de deur. Ja, dus ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie dan te zien bij dag 2. En nou zijn jullie weer voor mij gaan lopen. Iedereen!
hoe gezellig hier! Hoe gezellig hier! Tot morgen! En ik kan niet zwijgen, want mijn handen zitten vol, dus. Doei!